In fase 3 zijn we bezig aan de stedenwijkzijde. In deze fase sluiten wij twee kruispunten tegelijk af. Gedurende de hele fase 3 rijdt het verkeer op deze baan. Dat is de baan aan de muziekwijkzijde. Op deze baan waar ik nu sta rijdt het verkeer vanaf de Waddendreef richting de Havendreef. En op die baan rijdt het verkeer vanaf de Havendreef richting de Waddendreef. Gedurende deze fases zijn de kruispunten waar gewerkt wordt aan beide zijden afgesloten. Dus zowel aan de muziekwijkzijde als aan de stedenwijkzijde. Fase 3A gaat starten op 13 augustus om 6 uur 's morgens. Deze fase zal duren tot en met 29 september, ook om 6 uur 's morgens. In deze fase sluiten wij twee kruispunten af. Te weten, dit kruispunt bij de Amsterdamweg en de JS Bachweg. En het eerste kruispunt vanaf de Havendreef bij de Middelburgweg en de Andriessenweg. Fase 3B zal starten op 29 september om 6 uur 's morgens en duren tot eind van dit jaar. Wederom sluiten wij twee kruispunten af. Dat zijn de kruispunten bij de Rotterdamweg en de César Frankweg en de Amersfoortweg en de Mozartweg. Verkeer wat in de muziekwijk of in de stedenwijk moet wezen, dat moet de welbekende gele omleidingsborden volgen. We hebben de meest veilige route uitgezet als omleidingsroute. En daarom is het ook van het uiterste belang dat u uw navigatie uitzet. Wij willen ook nog even uw aandacht vragen voor het feit dat er een 30 kilometer snelheidsbegrenzing geldt op de Stedendreef. Deze snelheidsbeperking geldt ook voor de woonwijken. Let u hierbij vooral op de fietspad oversteken voor in de wijk. Ook gedurende fase 3 wordt hier in deze keet het spreekuur gehouden. Het spreekuur is op woensdag van 3 tot 4 en vrijdag van 10:30 tot 12:30.